Welkom allemaal bij weer een nieuwe SoRare video hier op FC Nederland. En dit wordt denk ik wel een hele bijzondere video. Tenminste, dat denk ik wel. Dat zeg ik niet voor niks, want het is afgelopen weekend eigenlijk bijzonder goed gegaan. Ik heb 4 opstellingen meegedaan, waarmee ik met 3 heb ik een reward gewonnen. Of tenminste, een reward. Met 2 heb ik een reward gewonnen, met eentje de threshold. Maar dat is ook een soort van prijs. Dus dat heb ik nog nooit eerder gehaald. Dus daar ben ik enorm, enorm blij mee. En met mijn All-Star, ik had er al hele hoge verwachtingen van. Denk ik ook mijn beste reward ooit te kunnen gaan halen. Maar goed, dat gaan we dus allemaal zien. Doe even een duimpje omhoog op deze video. Als je er toch bent, zou je mij enorm plezier mee doen. En als je nieuw bent op het kanaal en niks wil missen, abonneer dan zeker met het belletje aan. Misschien gaan we nog wel eens een keer wat weggeven, je weet het niet. Pas geleden nog gedaan. Was leuk dat er aardig wat mensen meededen. Hopelijk zijn die mensen ook een beetje blijven hangen hier op het kanaal. Want ja, dat wil ik dus vaker gaan doen. Af en toe gewoon eens wat weggeven. En de vorige keer was het dus een limited kaart die ik had gewonnen. En ja, dat zal het dan ook wel een beetje blijven. Misschien dat ik nog wel een keer andere dingen heb om weg te geven. Geen idee. Even wat huishoudelijke mededelingen. Mocht je nou nieuw zijn bij SoRare, nog geen account hebben, maar wel willen gaan spelen, kan ik je aanraden om je te gaan registreren via de link in de beschrijving. Daar zit namelijk een voordeel aan als je naar de New Card Auctions markt gaat. Dit zijn de kaarten die SoRare zelf op de markt brengt. Als je er daar 5 van koopt, krijg je 1 limited kaart. Dat is zo'n gouden kaart, krijg je dan gratis. Compleet willekeurig. Je ziet er hier een paar, die zijn niet zoveel waard. Scrollen we naar beneden, komen we, nou ja, hier zie je er al eentje van, €21. Ja, je hebt ze dus van alle soorten en maten. En Mbappé, die kost bijvoorbeeld €500. De kans dat je die krijgt, lijkt me niet zo heel groot. Maar ja, je weet het nooit. Mocht je je niet registreren via die link, krijg je die gratis kaart niet. Dus dat is sowieso zonde natuurlijk. Dan hebben we nog een andere huishoudelijke mededeling. Mocht je het nou leuk vinden om voetbalshirts te kopen, er staat ook een link in de beschrijving naar een website, Google Shop. Site verkoopt echt hele, hele goede, mooie shirts. Ik heb er zelf een paar. Ik heb er ook eentje voor mijn zoontje gekocht. Is er super blij mee. Ze zijn identiek aan de echte. Echt gewoon 100% nagemaakt. Dus ze zijn niet officieel echt. Maar niemand zal het verschil zien. En ze kosten maar plus minus €35. In plaats van de dik 100 die je normaal gesproken zou moeten betalen. Alle grote Europese clubs, alles erop. Dus mocht je dat leuk vinden, kijk dan even op die website. Staat ook nog een kortingscode bij. Als je kortingscode Mark invult, krijg je nog eens 12% extra korting. Dus hoe leuk is dat? Al dat gezegd te hebben, laten we nu gewoon maar even naar de, naar de resultaten gaan. Want daar komen we natuurlijk voor. Ik was gewoon even wat spelers aan het zoeken net. Vond ik leuk. Stond nog open. Dat is een goede speler die je net zag trouwens. Kleine tip. Ik ben het even kwijt. Waar gaan we naartoe? Game Week. Daar gaan we naartoe. SoRare Results. Op T. Daar gaan we heen. Dan kiezen wij afgelopen Game Week. En dan zien wij hier al mijn All-Star Limited. Ik ben 270ste geëindigd met 421 punten. Uiteindelijk hebben bijna al mijn keuzes gewoon goed uitgepakt. Ik zat namelijk te twijfelen tussen Joe Hart en tussen Butes van Antwerp. Ik zat te twijfelen tussen Al de Wereld en McGregor. Welke zal ik pakken? Nou, je ziet Joe Hart heeft 78 punten gehaald. Butes 73. Dus die is goed uitgepakt. En Al de Wereld, die had ik helemaal niet opgesteld. Heb ik die? Nee, die heb ik ook niet. Ik had geen trainingsteam. Ik zal eens even kijken wat hij voor een score heeft behaald. Toby, waar ben je nou? Alder, oh ja, sorry, Alder. Even kijken. Die had dus 85 punten gehaald. En ja, dat had McGregor ook. Dus dat had op zich niet heel veel uitgemaakt. Het zei dat Toby Alderweireld met zijn bonus misschien nog wel ietsje meer had gehaald. Maar dat had niet heel veel gescheeld. Ik heb maar 3,76 punten tekort voor een tier 2 plus, plus $10 aan Ethereum. Dat is echt heel weinig. Hanchko bijvoorbeeld, als hij geen gele kaart had gepakt, dan had hij dus en 3 punten meer gehad. Want we zijn nu 3 punten afgegaan vanwege zijn gele kaart. Plus 2 punten voor een overtreding. Dus als 5, dan had ik hem bijvoorbeeld al gehad. Had Feyenoord geen doelpunt tegengekregen, had ik hem ook gehad. Nou, zo kun je nogal 100.000 redenen opnoemen natuurlijk. Maar zo kan je zien dat één zo'n klein dingetje gewoon in dit geval best wel een verschil kan maken. Dus dat is, dat is zonde. Maar goed, uiteindelijk, ik ben blij met de keuzes die ik achteraf gemaakt heb. Steve Clark, Miasca, Espinoza, Longwain en Quinones hebben mij. Hier staat een tier 4, maar op SoRare zelf staat een tier 5 reward.
En ik denk dat we daar even vanuit moeten gaan. Je ziet onderin een claim tier 5. Dus er zit wel eens een klein verschilletje in tussen SoRare Data en SoRare zelf. Maar goed, ook dit was net niet goed genoeg. Longwain had een redelijk slechte wedstrijd voor zijn doen. Maar ja, Espinosa had dan weer een hele goede wedstrijd voor zijn doen. Quinones had gewoon een goede wedstrijd. Die heeft hij wel vaker gelukkig. Miasga zat redelijk mee. Iets boven zijn gemiddelde. Clark was gewoon goed. Dus al met al mag ik daar niet klagen. In Champion America is het voor mij lastig om prijzen te winnen. En dus ja, is het nu al een keer gelukt. Dat is leuk. Cap 270 heb ik aan meegedaan. Nou, het begon met Butes en met Sasaki. Achteraf had ik Sasaki gewoon in mijn All-Star moeten gooien. Maar ja, dat was voor mij op dat moment niet echt een logische keuze. Als je de livestream had gezien van afgelopen donderdag. Ik doe vaker livestreams op donderdag. Ga ik mijn opstellingen maken live. Kunnen jullie meekijken, kunnen jullie meepraten. Dat is hartstikke leuk. Ik had al gezegd, Sasaki, ze moeten tegen de nummer 1, Vissel Koop. Ik had niet de verwachting dat hij zo hoog zou gaan scoren. Ik had nog wel zoiets van, ja, ze moeten tegen de nummer 1. Ze verdedigend krijgen ze natuurlijk wel heel erg druk. Maar ja, zijn team, Hiroshima, zit niet echt in een lekkere flow. Dus ik had er niet echt vertrouwen in. Ja, had ik het nou maar wel gehad, dan had ik nu een veel hogere reward gehad. Maar het is wat het is. Maar goed, ik had dus nog wel hoop dat ik met mijn 270 ook wat zou kunnen winnen. Want Butes, goede score voor een keeper. Sasaki, hele hoge score. Die andere drie moesten toen nog. Ja, en toen was het zondagochtend. Toen keek ik op mijn telefoon. Kriefstof, die begon op de bank. Ja, dan kan je het eigenlijk al weggooien. Nou, William, daarvan, ja, die moet gewoon zijn dag hebben. En die heeft die 9 van de 10 keer niet. Nou ja, dat had hij dus van het weekend ook niet. En Fiets had ook niet zijn beste wedstrijd. Het was ook niet heel slecht, maar ook niet heel goed. Dus ja, dat is helaas. En met de Cap 240 heb ik gelukkig de threshold kunnen halen. 262 punten. Je moet 250 punten halen voor de threshold. Waar ik me wel over verbaas is hoeveel punten je hier nodig hebt om een tier 5 te kunnen winnen. Een tier 5, dat is plus minus een euro waard normaal gesproken. Had ik 50 punten dik meer moeten hebben. Dus ik had al 262. Dus dan moet je 312 punten halen voor een hele kleine reward. En dat met een cap 240. Dus ze mogen een gemiddelde hebben van 240 punten. Ik blijf het echt een hele bizarre competitie vinden dit. Dat je met spelers die zo weinig gemiddelde hebben, zo hoge punten moet halen voor een voor toch wel een minimale reward. Want hier met mijn All-Star, ja, daar haal ik dan wel heel veel. Maar ja, voor mijn gevoel is het gewoon heel erg krom. Bundesliga amateur, nou, daarvan verwist ik dat het niks zou worden. Want ik had en Leverkusen en Bayern München spelers, die moesten tegen elkaar. Dus die kunnen nooit allemaal hele hoge scores halen. Dat zou heel raar zijn. Premier League, die ik had samengesteld, ging redelijk. Maar ja, Ramsdale, 0 punten. Dus ja, ik weet niet. Hij heeft niet gespeeld, denk ik dan. Heeft hij niet gespeeld? Ik heb eigenlijk niet eens gekeken. Dat kan toch bijna niet zijn dat hij 0 punten had. Nee, hij heeft al 2 wedstrijden niet gespeeld. Misschien, dat was een interland, dus dat is logisch. Ik weet niet wat er met hem aan de hand is. Ik heb ook niet gekeken. Het boeit me eigenlijk ook niet zo heel veel, die amateur leagues. Want de kans dat je daar wat wint, vind ik vrij klein. Misschien moet ik er wat meer aandacht aan besteden, dat het wel gaat lukken. Maar voor mijn gevoel is dat het niet waard of zo. Kijk, als je nieuw bent in SoRare, dan is het een ideale manier om het spel te leren kennen. Je kan gratis dus spelers kiezen. Je kan een paar gameweeks mee gaan doen. Zou ik je ook willen adviseren om het spel te leren kennen voordat je daadwerkelijk geld gaat uitgeven en wellicht geld gaat verliezen. Zoals mij ook is gebeurd in het begin. Want als je gewoon gaat beginnen en zomaar spelers gaat kopen, vanuit je eigen voetbalidee van hoe jij voetbal kijkt of hoe jij FIFA speelt, je denkt, oh, dat is een goede speler, die moet ik hebben. Maar dat hoeft helemaal geen goede speler op SoRare te zijn. Dus je moet echt je manier van denken, moet je als je dit gaat spelen, waarschijnlijk gaan aanpassen. Want anders ga je net als mij misschien wel de boot in. Maar goed, we hebben de teams gehad. Laten we de rewards gewoon lekker gaan claimen. Gaan we eerst de puntjes, dat waren er 880, dacht ik. Dus dat is altijd mooi meegenomen. Ja, 880 puntjes. Dan de threshold. Dus we krijgen plus minus 5 euro aan Ethereum erbij. 4,77 euro. Dus dat laten we lekker staan. Dan gaan we naar de tier. Ja, laten we eerst de tier 5 maar openen. Dat is de eerste. En dat is een speler uit Amerika. Dat is een Chileen. En de verdediger van een club die ik niet ken. Alfonso Parot. Nou, laten we eens kijken.
Het kan eigenlijk niks zijn. Een tier 5 is zo slecht. Je ziet het hier ook. Hij is 49 cent waard. Het is dan nog wel een speler die speelt. Afgelopen weekend dan niet. Geen idee waarom niet. Er staat geen geblesseerd tekentje bij. Maar ja, zoals je ziet. Het is niet echt een lekkere puntenpakker. Dus dat kan je natuurlijk ook niet verwachten van een tier 5. Maar goed, een speler die speelt is natuurlijk al redelijk mooi meegenomen. Dan gaan we naar de volgende. En dat wordt een tier 2. En hier heb ik toch wel echt een Braziliaan. Een aanvaller van Manchester. En we hebben Anthony. Oké. Ik vermoed niet dat dat een speler is die heel hoge punten pakt. Normaal gesproken. Anthony komt tevoorschijn. Dat is met een H, hè? Oh nee, het is zonder H. Anthony, zonder H. Ja, ik ben geen Ajax-fan, dus ik wist het niet. Hij is 15. Oh, dat is niet heel best. Ik had echt wel iets hogers verwacht dan dit. Nou, dit is dus duidelijk niet mijn beste reward ooit. En Anthony, ja. DNP. Hij speelde niet. En Hero speelt hij dan wel. Dus ja, wat moet ik hiermee? Ja, ik denk dat ik die wel ga verkopen. Want ja, wat moet ik ermee, jongens? Anthony. Of wordt het nog wat ooit met die gozer? Ik weet het niet. Ik vind het ik vind dit niet heel denderend, om eerlijk te zijn. Dit vind ik wel echt even balen. Ik had echt veel meer van verwacht. In ieder geval een speler van een eurotje of 30 of zo. En het is gewoon de helft. En dan ga ik toch eens even kijken of ik daar nou echt pech mee heb of niet. We gaan even naar PES. Dan gaan we naar All-Star Limited. Dan kan je naar de price pool gaan. En dan ga je naar dus hetgene wat jij gewonnen hebt. Projected Rewards. Anthony, hier 69 left. Nou, je ziet al, heel veel mensen hebben hem denk ik dus al gekregen. Dan hadden we dus bijvoorbeeld ook deze kunnen hebben. Ik pak gewoon even een paar spelers in de buurt. Christian Eriksen zit er ook tussen. Dus ik ben heel even benieuwd. Alex Bono hadden we kunnen hebben van DC United. En die wordt verkocht voor 20, 23. Dus die is al wat duurder. Kevin McAllister van Royal Union. Die zit wel wat lager. Dus dat is dan ook dat ook niet best geweest. Park uit Japan. Die zit al 16-17 is die verkocht. Koch van Eindracht Frankfurt. Is ook niet best. Eriksen zit rond de 15. Dus ik denk, ja. Ja, het is... Dan was mijn verwachting misschien gewoon te hoog. Ja, alleen met Tim Kleindienst zat er ook nog tussen. Die is dan ook wel ietsje duurder, denk ik. Want Heidenheim, dat doet het helemaal niet zo slecht. Tot nu toe, volgens mij, in de Bundesliga. Maar goed, ja, dat is dus mijn reward. Anthony. Ja, ik ga hem gewoon verkopen. Of ik ga ruilen, dat weet ik nog niet. Maar ik ga hem in ieder geval niet houden. Want dit is echt een speler. Daar heb je niet zoveel aan. En wat ik ermee ga doen... Dat weet ik nog niet. Misschien ga ik gewoon nog wel even sparen. Voordat ik gewoon echt weer eens een keer een toppetje kan halen. Daar ga ik in ieder geval even over nadenken. Het is het einde van deze aflevering. Wil ik jullie bedanken. Hopelijk vonden jullie het leuk. Zien we je de volgende keer weer. Donderdag livestream. Gaan we weer opstellingen maken als het goed is. En dan kan je lekker meepraten en meedoen. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.